Op 6 april, jongstleden, was het 10 jaar geleden dat Johan Cruijff een eerbetoon bracht aan de Europese successen van Ajax. Nog één keer kwamen bijna alle spelers bijeen die in één of meerdere finales van de partij waren. Cruijff naar de paas van Basten. Ook Marco van Basten deed mee. Voor het eerst sinds zijn vertrek bij Ajax was hij weer in het rood-wit te bewonderen. Het was voor mij de eerste keer dat ik volgens mij in de arena op het veld stond. Dus dat vond ik op zich wel een mooie ervaring. Volgens mij scoorde ik nog met de voorzet van Johan en Menzo stond in de goal. Dus dat is sowieso wel, wel leuk. Cruijff. Ja, hij maakt het. Marco van Basten. Assist van Johan Cruijff. Je was eerst niet van plan om mee te doen. Ja, ik heb een lange tijd heb ik moeite gehad om te accepteren dat voetballen op het niveau wat ik dan zou moeten doen ook nog leuk was. Ik vond het niet prettig. Ik deed het ook heel weinig en ik had ook wel last van mijn enkel. Dus ik had zoiets van ja, dan heb ik daarna weer 3-4 dagen last. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Maar meestal is het op het moment dat het dan heel dichtbij komt en je ziet het veld en de jongens en denk je nou laat ik maar eventjes meedoen. Want uiteindelijk is het wel leuk. Alleen ja, het is natuurlijk zoveel meer beperkt als dat ik wat eigenlijk zou willen. En ja, dan heb je ook weer een dag of wat last ervan. Dus meestal heb ik zoiets van nou laat me gaan. Toen mensen jou zagen staan in Ajax en nu, dan barst er een explosie van gejuich uit. Toch nog even dit moment mee pakken. Hij stond niet op de lijst, maar speelt op. Van Basten. En dan moet je eigenlijk gaan staan. En dat doen de mensen in de arena ook. Dat kan ik me niet herinneren, moet ik zeggen. Ik kan me wel iets van... Volgens mij viel ik in voor Piet Keizer. Want volgens mij begon ik op de bank. Want ik had gezegd van nou, ik hoor het wel, ik zie het wel. En Piet die speelde volgens mij op zijn gympies. En die had zoiets van nou, ik moet oppassen dat ik geen spierscheuring krijg. Dus die was al heel snel was die klaar ermee. En toen zei ik nou, daar ga ik er wel in. En ja, dan stond ik in het veld. En toen had ik zoiets van ja, nou vind ik het ook wel leuk. Dus laat mij maar erin staan. Mooi hakje van Basten. Weer van Basten. Toch de bal onder controle blijven houden, ook als je uitkijkt. Kijk, nou is dat wat een vlakte. Prachtige actie van Marco van Basten. Hoe was het om zeg maar, met spelers in het veld te staan ja, die je vroeger als kind ook bewonderd zult hebben? Mm. Ja, op dat moment moet ik eerlijk zeggen, dan sta je daar heel anders in. Hè? Ik bedoel, ik ben ook groot geworden met het kijken naar wedstrijden zoals ja, Ajax in de Europa Cup. Dus ja, dan kijk je nog echt tegen die jongens op. En op het moment dat je dat natuurlijk zelf ook allemaal hebt meegemaakt en je ziet hoe de carrières allemaal gaan, dan, ja, dan is het alleen maar leuk om het als het jongens hier en daar eens even woorden te wisselen. Maar het is niet dat je handtekening gaat vragen. Van Basten, die bij elke balaanname veel applaus krijgt. Huppakee. Heeft het doel al gezien. Had alleen Barry Hulshoff over het hoofd gezien. Dat zijn wel leuke momenten. Dat geeft nog wel eventjes een heel goed gevoel. Ja goed, uiteindelijk draait het daar niet om. Maar het zijn mooie herinneringen. Ja, dat zijn wel leuke herinneringen en mooie herinneringen. Maar wat ik al zei... Het gaat natuurlijk in principe nergens over. Het is, we zitten momenteel in een andere situatie. Het voetballen is natuurlijk hartstikke leuk, maar dat wil niet meer toe. Die wedstrijd, was dat misschien achteraf gezien een moment waarop je langzaam weer terugdacht aan het voetbal en waarmee je zeg maar, je terugkeer langzaam hebt ingeluid? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, zo bewust ben ik niet van een aantal zaken.
geweest hoor, toen die tijd. Ik was toen wel ver weg van voetbal, moet ik zeggen. En ik was met golven bezig, met tennissen bezig, met skiën bezig, met allemaal andere dingen. En ja, naarmate je op een gegeven moment langer met die andere dingen bezig was, kwam natuurlijk wel steeds meer de vraag van God, hoe is het met voetbal en wat gebeurt er en wat vind je er nog van? En dat is zo langzamerhand wel gaan groeien. Misschien heeft deze wedstrijd of dat soort wedstrijden, hebben het wel toe bijgedragen dat ik uiteindelijk wel weer de kant van voetbal heb gekomen. Cruijff. Ja, hij maakt het. Marco Gobert. Assist van Johan Cruijff.